Moldaviër Igor V. heeft in Nederland 6 berovingen op zijn geweten. Dat zei de Moldavische openbaar aanklager tijdens de tweede hoorzitting in het proces tegen V. Hij wordt verdacht van de fatale roofoverval op het echtpaar Tesselle uit Winterswijk. In Moldavië heeft de man geen strafblad. De openbaar aanklager presenteerde bewijsstukken waaruit blijkt dat V. betrokken was bij de overval in Winterswijk. Bij die overval kwam Erik Tesselle om het leven. Openbaar aanklager Liliana Fladuch zegt dat de rechtbank nu alle bewijzen gaat onderzoeken. Ook zullen er getuigen gehoord worden. Naar verwachting gebeurt dat op 21, 26 en 29 april. Daarna komt de tegenpartij aan het woord. Ze verwacht dat de zaak rond V voor 1 juni wordt afgerond. Tegen die tijd zit hij bijna een jaar in voorarrest.